Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag 16 november 2013 en ik zou vandaag gaan vloggen omdat ik ook de winactie winnares of winnaar bekend zou gaan maken. Wat ik zo meteen ga doen, jullie gaan gewoon alles zien van hoe ik de winnaar ga selecteren. Ik neem jullie gewoon mee in hoe ik dat ga doen. Ik heb een site gevonden, die heet random.org. En daar kan ik gewoon alle namen intypen van degene die mee hebben gedaan. Ik ga zo meteen eerst even op mijn site kijken wie er allemaal heeft gereageerd op de winactie. Die mensen schrijf ik op. En dan ga ik kijken bij Facebook, bij Twitter, bij Instagram en bij Pinterest. Wie daar dan ook lid van is geworden of hoe heet dat. Wie mij daar ook liked of hoe noem je dat, volgt. Dat is maar net hoe je het noemt. Het is in ieder geval één groot succes geworden. Ik moet ook zeggen, mijn site blijft nog steeds groeien. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik heb in 1 week tijd al 3 keer het record aantal views en aantal bezoekers op een dag verbroken van mezelf. Dus dat gaat gewoon heel goed. We zitten nu halverwege november en ik heb deze maand al ruim 500 unieke bezoekers gehad. En als je kijkt naar een hele grote blog, die krijgen 50.000 bezoekers op een dag. Daar kun je niet mee vergelijken. Maar voor iemand die net begint, er net bij komt kijken, ik mag wel trots zijn. En ik ga gewoon beginnen met de namen. Ik ga even een lijstje. Ik heb geen pen en papier natuurlijk. Nou, ondertussen heb ik pen en papier gepakt. En dan moet ik naar mijn site. Even kijken. En dan ga ik naar... ik kan beter gewoon naar mijn site zelf gaan, denk ik. www.beautyflamenatasha.nl. Ik had trouwens gisteravond nog wat problemen. Ik heb gisteren een nieuw logo erop gezet. En ik wilde eigenlijk dat dat logo ging linken naar mijn homepage. En dat deed ik in eerste instantie niet. Dus toen had ik uiteindelijk hier wel home neer kunnen zetten. En toen kwam ik op het forum van WordPress, waar ik mee werk. Iemand die zei van, dat kan ik voor jou regelen. En die had voor mij een codering gemaakt. Die had ik erop gezet en dat is helemaal misgegaan. Ten eerste deed ik niet en dat RSS deel, dat zat hier. En je kon codes er doorheen kijken en helemaal menu. Ja, dat zat helemaal ergens anders. Dus ik had er flink te balen in. En uiteindelijk om 00:30 vannacht heb ik het weten op te lossen. Wat ik uiteindelijk moest doen was het thema weg van mijn bestanden. Echt, hoe noem je dat? Niet downloaden, ook niet uploaden. In ieder geval gewoon er echt van af. Dat dat niet meer bij mijn bestand stond. En moest ik het opnieuw downloaden en installeren. En dat maakte me niet zo heel veel uit. Want het enige wat ik natuurlijk had veranderd was dat ik hier een logo neer had gezet. En voor de rest is het gewoon een standaard thema van iemand die ooit gemaakt heeft. Maar het kost wel even moeite. Want ik heb geprobeerd te backup en alles. En dat werkte helaas niet. Goed, ik ga naar de winactie. Mijn internet is overigens de laatste tijd wel heel erg traag. Dat is wel echt balen. Maar dan gaan we er naartoe. 17 comments. Nou, cool. Ik ga gewoon vooraan beginnen. Ga ik de namen opschrijven. En dan aan de slag. Chantal. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 inschrijvingen. Je kunt zeggen dat is niet zoveel, maar op zich, voor een beginnende website. Ik weet dat die sowieso wel heel vaak bezocht is, dus daar ben ik wel blij mee. Goed, en dan ga ik alles even checken. Dus ga ik naar Facebook. Dan ga ik overal vast een eentje achter zetten. Omdat dat natuurlijk de eerste inschrijving is. Zo. Dus even kijken. Dan moet ik naar mijn pagina. Nou, dan gaan we naar Pinterest. Dan gaan we nu naar Twitter. En nummer 385 dat hij ermee uitscheidt. Goed, Instagram moet ik zo op mijn telefoon checken. Dus ik ben eerst naar YouTube gegaan. Dan moet ik eerst inloggen. Is wel zo handig.
En dan gaan we naar blok Lovin', want ook daar kon je me volgen. Je had dus 7 keer kans om, of 7 inschrijvingen kon je doen. Ja, en dan krijgen we nog Instagram. Nou, het is mijn gedoe geweest. Ik heb alle namen opgeschreven en streepjes gezet bij wie waar allemaal lid is geworden, geabonneerd, fan, hoe wil je het noemen. En die ga ik dus nou invoeren bij random.org, of dat org als ik dan op zijn Engels zeg, dan moet ik het ook goed doen. Nou, ga ik alle namen even invoeren. Even kijken, die 1, 2, 3, 4, 5. Nee, je zit op mijn plek. Nou, ik heb net alle namen ingevoerd en toen scheen die er weer mee uit. Beetje balen. We gaan nu in ieder geval gewoon de winnaar kiezen. Dus randomize. En de winnaar is Tara. Gefeliciteerd, ik ga jou mailen. En je zult vanmiddag ook zien dat je online staat als ik hem dadelijk krijg geëdit. Want dat is wel een voorwaarde voor mij. Een ander zondag. Maar ik hoop voor vandaag. Yay. Je krijgt een pakket. Zal ik hem nog een keer laten zien? Ga ik even pakken. De Optimal Cleansing, of Cleansing Milk van Oriflame. Voor de droge en gevoelige huid. De Very Me Soft and Glam paarse oogschaduw. En het wonderpotje, oftewel de Tendercare, maar dan Black Currant. Lekker voor de winter. Goed. Nou, ga ik nog wat andere dingen doen. Ik moet even denken wat. Ik moet nog wat dingen op de post gooien. Dus ga ik zo doen. En ja. Ik weet niet of ik vandaag verder ga vloggen. Moet ik zeggen. Ik wilde dus eigenlijk de hele dag vloggen. Maar ik zie de camera de hele tijd me uitscheidt. Daar heb ik er eigenlijk niet zoveel zin in. Moet ik zeggen. Dus. Nou, ik vond het heel leuk om een winactie te organiseren. En ook leuk dat er zoveel enthousiaste dames hebben meegedaan. Dat, ja, dat geeft je toch een goed gevoel. En mijn blog wordt ook gewaardeerd. En dat vind ik super leuk. Ik had op YouTube trouwens al een fan. Iemand die zei, oh, ik ben fan van je. En dat vind ik kei leuk. Dat vind ik echt heel leuk. En ja, ik hoop, ja, nou, ik hoef niet per se fans te hebben. Maar ik vind het wel leuk als mensen mijn werk waarderen. Al doe ik het natuurlijk vooral voor mezelf. En ja, het is gewoon wel leuk als anderen je werk ook leuk vinden. En dan ga je nog enthousiaster aan de slag. En nog meer bloggen. En nog meer filmpjes opnemen. En nog meer tutorials maken. En dan komen die ideeën ook wel. Maar op het moment, ja, ook al doe je het voor jezelf. Maar op het moment dat je er geen reactie op krijgt. Of alleen maar negatieve reacties. Dan denk ik dat je het zelf ook minder gauw leuk gaat vinden. Dat het op een gegeven moment ook gaat vervelen. En nogmaals, ik wil het echt voor mezelf bloggen. En dat doe ik ook. Maar gewoon extra waardering, ja, dat is zeker super tof. En ja, dat heb ik ook met mijn site gezien. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En ik hoop de mensen die nu hebben meegedaan met de winactie, dat ze sowieso terug blijven komen. En niet alleen mijn site checkt en reageerde voor de winactie. Dat zou ik jammer vinden. Maar ja, goed. Ik kan jullie niet dwingen natuurlijk om te komen en te blijven kijken. Als het goed is, krijg ik van de week ook nog een pakketje binnen. En die wil ik met jullie unboxen. En eventueel ja, sowieso een tutorial natuurlijk mee maken. En er komen nog kersttutorials aan. Ik heb net voordat ik dit ging opnemen nog wat foto's gemaakt. Want tutorial, kort samengevat. En het gaat over een kerstlook. En er komt nog een nagellak look online. En ja, verder moet ik nog een beetje gaan bedenken. Dus ik heb van de week veel vooruit gewerkt. En op een gegeven moment een paar dagen wat minder. En nou kom je dus weer van, ah, ik moet weer dingen gaan doen. Maar het geeft wel veel rust hoor, om vooruit te werken, moet ik zeggen. Dat maakt het blog ook wel leuk. Als je vooruit hebt gewerkt en je hebt een dagje even geen tijd. Nou ja, dan is het niet zo erg. Dus dat is wel heel, heel leuk. Ja. En verder heb ik denk ik niet zoveel te vertellen. Nu.
Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga nu stoppen met vloggen. Het was misschien een stomme eerste vlog, maar wel heel leuk natuurlijk, want er is een winnares voor de winactie. Nogmaals gefeliciteerd, Tara. En het productpakket komt zo spoedig mogelijk naar je toe, nadat ik natuurlijk jouw gegevens heb gehad. En ja, wat wil ik nog meer zeggen? Blijf vooral mijn site volgen, www.beautyflamenatasha.nl. Volg me op YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter, loveblogging. Blogging love. Wat? Jawel, ik zei het gewoon blog love in. Het is zaterdagochtend. Ik mag zo reageren. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop wel dat je het leuk vond. En wie weet tot de volgende keer. Daag!